Yes. Hier zijn we weer, je favoriete duo, Marvin Leuthe en Ben Kremers. Dit is Klas de Podcast. Welkom Marv. Yo. Lekker broeder, je bent er weer. Ja toch? Lekker man. Hey Marv, ik was laatst ergens te gast. Ik was te gast bij een praktijkschool in Spijkenisse. En die zeiden allemaal van, hey, jij bent van die podcast. Ik werd gewoon herkend. Echt? Ja, ik werd gewoon herkend. Jij bent van de podcast inderdaad. En ik heb... zegt ook niks. En dan ga je dit bewaren voor tijdens de podcast. Ja, en... niet te veel voorbereiden. Maar dat was echt leuk, want we kregen feedback een keertje terug. En af en toe krijgen we de feedback die we terugkrijgen. Die is gewoon altijd vaak, hey, tof, ga door jongens, leuk en dergelijke. Ja. Maar dit was ook van één iemand, als een oudere mevrouw, zeg maar... Die zat in de knoei met een leerling. En heeft de aflevering met Ismaël heeft ze geluisterd, zeg maar. Ja. En daarin kwam ook te sprake dat je af en toe sorry moet zeggen. Ja. En zij heeft toen die leerling opgebeld en zegt van ja, sorry. Ik heb ook dingen verkeerd gedaan, zeg maar. Want ze had moeite met die leerling. Ja. En vanuit daaruit is ze met die leerling in gesprek gegaan. Mm-hmm. En gaat het eigenlijk nu een stuk beter. Mm-hmm. Dus ik vond het heel tof om te horen, zeg maar, dat wij... op die manier dus die mensen ook bereiken. Grappig. Maar het best betreffende, mevrouw had een podcast daarvoor nodig om sorry tegen iemand te zeggen. Sorry hoor, dat ik nu even kritisch ben, maar dat had ze daarvoor nodig. Nee, dat denk ik niet. Maar het inspireerde haar wel, laat ik het zo zeggen. Okay. Dat ze zat een beetje vast in haar aanpak. En ze had zoveel verschillende dingen al geprobeerd. Mm-hmm. En nu kan op deze manier, dan ga ik deze manier proberen. Okay. Om te kijken van, nou ja, weet je, ik doe ook wel eens iets verkeerd. Ik stel me ook wel kwetsbaar op. Dus op die manier, mm-hmm. Nou, ik vond het wel leuk om te horen. Ja. Ja, jij niet, zie ik. Ik vind het wel leuk om te horen. Maar ik zit gewoon na te denken van, ja, waarom... sorry mevrouw als je luistert, maar waarvoor heb je een podcast nodig om sorry tegen iemand te zeggen? Dat is... denk ik toch, een soort van basic omgang, toch? Van, nou ja, ik weet niet of iedere docent er zo in staat. Mens, denk ik. Ja, mens of docent. In dit geval was het werk gerelateerd. Mm-hmm. Dus ik weet niet of er docenten zijn die wel sorry zeggen. Mm. Dat weet ik niet, maar dat is leuk om een keer te doen. Ik zeg sorry alsof het gratis is. Sorry. Ja, jou geloof ik ondertussen niet meer. Jij zegt zo vaak sorry. Ja, I don't care. Je weet toch, ik ga regelmatig de fout in toch bij leerlingen. En dan besef ik van... Weet niet, maar dat is toch mooi, kan je wel eens herstellen. Oké, top van die vrouw. Ja, was ook een andere man en die zei van, ja, ik heb het geluisterd, alleen ja, het was gewoon niet helemaal mijn ding. Ik vind kakka. Nee, ja, ik vond het wel tof, want hij vond dus dat wij regelmatig ook straattaal gebruikten en dergelijke. Ja. En dat was, hij zei, ja, dat past niet helemaal bij mij. Nee. Dus toen vroeg ik hem, ja, wat zou je dan anders willen zien? Hij zei, nee, je hoeft niet zozeer anders, je moet gewoon dicht bij jezelf blijven. Ja. Ja, ik zeg, en dit is gewoon hoe wij... praten en dit is hoe wij doen. Gebruiken wij veel streng? Nou, vooral jij hoor. Gebruik ik veel streng? Zo, ja, je kan het niet over schrijven, joh. Ja, geef eens een voorbeeld dan. Nou ja, nee, het valt wel mee. Het valt wel mee. Wat dan? Je zegt net twee keer slang. Streng. Ja, maar streng is toch geen straattaal, toch? Wat dan? Ja, maar dat betekent streng letterlijk dan? Ja, streng betekent afwijkend van de burgerlijke taal, toch? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, wij gebruiken gewoon eens woorden en dan ben jij daar iets beter in dan ik, denk ik. Grappig, ik sta er geen eens bij stil. Nee, dat maakt ook helemaal niet uit, want dit is wel wie we zijn en dat heb ik ze ook uitgelegd. Dit is wel bij ons past. Ja. Kijk, en als jij dat niet daarna wil luisteren of het past niet bij, ja, dan moet je niet luisteren. Mm-hmm. Maar ik zeg, hij had wel seizoen 1 geluisterd. Ik zeg, geef ons ook de kans om seizoen 2 dan te luisteren, want we hebben ook weer... Ja, nieuwe gasten. Nieuwe gasten, andere gasten. Precies. We zijn zelf ook... Ik ga een keer goed op mezelf letten. Ik heb geen idee dat ik zoveel slang goed maak. Ja, ik hoor wel eens de tand toe lauw voorbij komen. Ja. En, heb jij nou een podcast nodig om erachter te komen? Zo! Dat is gewoon Sjoerd, master. Sure. Oh, kijk hier, huppatee 4. Ja, master. Nou ja, jullie hebben hem al gehoord, lieve luisteraar. Sjoerd van Kuijen is bij ons te gast. En Sjoerd is, of was, jongeren werker. Wat zeg je? Jongeren? Hoe zeg je dat, Sjoerd? Ja, ik ben vooral jongerenwerker. Ambulant jongerenwerker geweest. Nou ja, ambulant jongerenwerker. En momenteel ben je overgestapt op de hogeschool. Daar doe je studiedecaan of studentendecaan. Klopt. Maar jij hebt een heel lang verleden met jongerenwerker. Ja. Ja, ja. Klopt. Wat was het moment dat jij dacht van zo, ik word jongerenwerker? Dat is eigenlijk een stukje toeval geweest.
Ik werkte in de haven als incident. Er was crisis in 2009. Dat bedrijf ging failliet. Ja. En ik had, daarvoor had ik een opleiding gedaan op het SEALS in Goes. Sportopleiding. Sport. Gericht op jongerenwerk, cultureel werk, gevangeniswerk. En in 2009 ging de gemeente Rotterdam 50 jongerenwerkers in één keer aannemen. Oh, tof. Er was een heel beleid op gemaakt dat ze meer jongerenwerkers wilden in de stad. En ja, daar ben ik er één van geweest. Ja, nice. En, ja, ik moet zeggen, toen ben ik ook mijn hbo-studie weer op gaan pakken. Maatschappelijk werk en dienstverlening. Ja, en zo heb ik dat eigenlijk de afgelopen jaren kunnen inzetten op straat. En ook in gezinnen, ja. Als gezins- en jeugdcoach. Want zo hebben wij ook elkaar leren kennen. Ja. Ik werkte toen in Schiedam op een school en jij kwam regelmatig bij ons op school. Om die kids zeg maar, te helpen en te assisteren. En als jij nou het beroep jongerenwerker zou moeten omschrijven, hoe zou je dat omschrijven? Ja, dat vind ik op zich wel een lastige, want er is echt wel veel veranderd in die tijd, vind ik. Ja. Vroeger stonden jongerenwerkers vooral bekend als activiteitenboeren, om het even zo te noemen. Ja. Mensen die activiteiten regelden voor jongeren en jongeren kwamen wanneer ze wilden. En op een gegeven moment is er wel een kentering gekomen van, we willen de jongeren ook wat leren, wat meegeven, we willen er voor ze zijn. Maar ze mogen daar ook iets voor terug doen. De maatschappij mag iets terugverwachten van de inzet die de gemeente doet op het jongerenwerk. Ja. En dat zie je wel steeds meer, dat ze jongeren proberen te begeleiden naar werk, naar stage, begeleiden op school. Ook de contacten zeg maar, met de hulpverlening en met de scholen is veel sterker geworden dan vroeger. Ja. En ik denk dat daar ook de kracht moet liggen. Ik denk zelf ook dat het heel goed zou zijn om op elke school een jongerenwerker te hebben lopen die uit de wijk komt, die de jongeren kent, maar die de jongeren ook net even buiten de les om op een andere manier kan en durft aan te spreken dan dat een docent dat soms kan of durft. Klopt. Omdat je een hele andere rol daarin hebt. En ik denk dat dat nog wel iets is wat ze ook wel verder zouden kunnen ontwikkelen. Want je ziet het in sommige gemeentes kan het wel, sommige kan het niet. Ja, precies. En ik denk dat daar nog wel een slag te maken is op dat vlak. Want Mark, wij hebben een jongerenwerker iedere donderdag rondlopen, zeg ik dat goed? Ja. Ja, die komt één keer per week. En ik had zelf dan iets vaker willen zien. Maar die, wat doet die? Die gaat dan vaak met zijn gitaar, die gaat tafeltennissen, die zet een schaakspel neer en dergelijke. En die gaat met die kids in gesprek. Ja. Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Zeg ik het goed, Marcel? Ja. Ja. Ik denk dat dat... Ja, nee, hij doet meer toch. Hij doet meer, maar ik wist niet of ik dat allemaal nu kon vertellen. Want hij doet ook bij mij Speaking Minds. Ja, nou bijvoorbeeld. En hij geeft ook les ook. Nee, dat is denk ik goed om... Ja, dat... En hij heeft ook aan het eind van het jaar heeft hij ook de taak op zich genomen om sketches te doen. Dus een maatschappelijk vraagstuk dat uitbeelden in een soort van theaterding. Dus dan is het hartstikke interactief. En dan doet hij dat als eerste met een paar docenten. En aan de hand van feedback van leerlingen en opmerkingen van hoe zij dat zouden kunnen oplossen, speelt dit weer opnieuw. Dus dat is wel tof. En dat is wel zijn ding. Dus ja, hij doet wel meer toch? Alleen vanuit JLZ komt hij één keer in de week. Maar vanuit zichzelf is hij wel vaker op school. Doet hij weer andere dingen daarnaast. Dus dat vind ik wel tof. Vind jij dat een goede dat een jongeren werken eigenlijk iedere dag op school? Hartstikke goed. Ja, iedere dag zou er eentje op school moeten zijn? Jazeker. Ja. Dan weet ik dat je in het speciaal onderwijs hebben ze wel iedere dag jongerenwerkers rondlopen. Als dan iemand eventjes op dat moment even niet in de klas kan zijn of dat soort dingetjes, dan wordt hij even uit de klas gehaald en die praat toch op een andere manier met je als inderdaad als een docent. En waarom is dat dan niet op school? Zeg maar, waarom is niet altijd een jongerenwerker op school? Heeft dat met geld te maken? Ja. Maar de vraag is ook, moet je een jongerenwerker hebben die door de gemeente wordt betaald? Of zou je als school zo iemand in een bepaalde rol moeten faciliteren? Ja, goede vraag. Want nu is het een soort van, het wordt door de gemeente aangeboden dat iemand daar een aantal uren is. Dus het is een soort van gunst, een soort samenwerking, een koppeling straat-school. Ik denk dat dat heel positief is. Alleen, ik denk dat de vraag heel interessant kan zijn. Wat zou je als school voor meerwaarde eraan hebben als je zo iemand bijvoorbeeld gewoon fulltime zou hebben? Ja.
Maar dan ook echt van de school. Dus dat je ook echt de vrije ruimte hebt als school om te kijken van waar zetten we zo iemand op in. Want nu is iemand ook gebonden aan de restricties van zijn eigen organisatie. De opdracht van de gemeente. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. Wat dat zou kunnen opleveren voor een school. Maar ook voor, ja, vooral voor de kinderen natuurlijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, precies. Ja. Zouden, ja, misschien luistert er een directeur of een directrice of iemand van de school van. Misschien zouden we dit moeten proberen. Ja, uiteindelijk draait het gewoon om geld. Zo, dat is echt de basis. Ja. Daar geloof ik ook echt in. Alleen, als je uiteindelijk gaat inzichtelijk maken wat die inzet kan opleveren op de lange termijn. Ja, dan denk ik dat het geld altijd waard is. Ja. Maar is het dan niet zo van, oh shit, een kind is lastig en we hebben jongeren werken, oh ga maar even naar hem toe. Wordt dat het dan niet? Ja, maar ik denk dat je daar de balans moet creëren tussen dus de jongeren werken die ook op dat moment kan zeggen, ja maar dit is gewoon een schoolding. Ja. En dit is iets voor wat ingewikkelder kan zijn, wat dan net buiten de rol van een docent kan vallen. En sommige docenten pakken het zelf op. Ik denk dat dat ook heel mooi kan zijn. Ja. Maar soms kan het denk ik ook als docent heel fijn zijn om even te zeggen van, joh, ik kom er even niet uit met jou. Die benoemde net die mevrouw met het sorry zeg, ik kom daar nog even op terug. Soms heb je je eigen patronen niet in de gaten. Uh-huh. Als je ergens al heel lang werkt, dus is sommige dingen moeilijk vindt. Als je wat ouder bent en je leerlingen zijn wat jonger. Ja, dan kan het misschien net heel handig zijn dat je even zegt van, joh, kijk jij eens wat jij eruit kan halen. En kom dan uiteindelijk bij elkaar. Weet je, je moet het uiteindelijk wel weer koppelen. Uh-huh. Het moet niet zijn, nou die jongen werken los het even op en ik niet. Uiteindelijk moet je hem wel weer koppelen. Ja, mooi. Netjes. Hey, en dat jongerenwerk, jij bent ermee gestopt uiteindelijk. Maar voordat we willen weten waarom je gestopt bent, wil ik even. We gaan wel heel snel naar het einde. Nee, wij zaten net voor de uitzending, zeg maar, zaten wij met elkaar te praten. En toen hadden we het over jongeren en dergelijke. En jij gaf ook aan dat het ook niet altijd aan de jongeren ligt, de problematiek die ze hebben. Dat is vaak heeft het ook te maken met thuissituatie en dergelijke. Wat is jouw ervaring vanuit het werkveld? Ja, ik denk dat als je kijkt naar bij de geboorte, dan is een kind een onbeschreven blad. Mm-hmm. Hoe noem je dat ook weer zo mooi? Tabula rasa. Tabula rasa, ja. Ja, ja. En uiteindelijk wordt een kind gevormd door een neetje, een neurtje. Mm-hmm. Dus een stukje DNA en een stukje wat erin wordt gestopt door ouders en omgeving. En dat vooral dat stukje wat ouders qua opvoeding doen, dat is denk ik uiteindelijk het grootste stuurbare stukje waardoor een kind uiteindelijk gevormd wordt tot volwassenen. Ja, geloof ik ook, ja. En met het gedrag wat daarbij hoort. En ik denk echt dat dat vaak onderschat wordt en dat ouders heel vaak geneigd zijn, maar ook docenten. Hulpverleners, ja, het kind is zo. Ja. Nee, het kind is niet zo. Zijn omgeving heeft hem zo gemaakt. Ja. En als de omgeving hem zo gemaakt heeft, dan moet je dus vooral kijken naar wat kunnen we aanpassen aan de omgeving om het zo goed mogelijk te maken voor het kind. Ja, en als je het over omgeving hebt, heb je zeg maar schoolomgeving, de sociaal buitenomgeving en thuisomgeving. Sportclubs. Weet je, sportclubs horen daar ook bij. En ja, helaas moet ik zeggen dat tegenwoordig heel veel ouders denken dat, of ik heb dat gevoel dat ze dat denken door mijn ervaringen, dat ze denken de maatschappij voedt mijn kind op. Ja. En ik denk dat het goed is om die mensen mee te nemen in het feit van, hé, de maatschappij is niet verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind. Jij bent als ouder, als opvoeder verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind. En daar mag en moet je keuzes in maken. Mm-hmm. En ik zeg altijd, grenzen stellen is liefde. Ja. Ja, ja. Amen. Ja. Ja, ik vind het mooi wat je zegt, want het is voor mij een stukje herkenbaarheid. Hoe zat het voor jou herkenbaarheid? Nou, dat sommige ouders wel eens van uitgaan van, joh, voed jij mijn kind maar, dat idee krijg ik dan zelf wel eens van, geef jij bepaalde normen en waarden maar aan hem mee. Dat qua opvoeding, want als docent ben je niet meer alleen maar docent tegenwoordig. We hebben het vaak over gehad, je bent tegenwoordig ook opvoeder. Ja, 100%. Ja. Ja. Nou, de onderwijsdirecteur noemde het doortrekken van consumptiemaatschappij. En dat ouders zich niet meer als ouders voelen binnen een school,
maar krant. Ja. En dat het steeds vaker voorkomt dat ouders een boze mail sturen van jij moet dit anders doen. Nee, ik moet helemaal niks anders doen. Ik maak keuzes. Dat zei hij dan. Hè? Ja. En dat vond ik wel een hele goede van hem. Heel sterk. En daar stond ik ook niet bij stil. Nu zeg jij precies hetzelfde. Ja. En dan wijs ik mijn mond. Nee, ja, maar dat is ook zo. Nee, ja, dat is ook zo. Weet je, in alle eerlijkheid, in het verleden, nu, wij krijgen ook wel eens mailtjes van ouders. En je ziet gewoon een verandering hoe je benaderd wordt. Dat zie je gewoon gebeuren, zeg maar. In het verleden, als ik het even aan mezelf kijk, vroeger als ik iets gedaan had, mijn vader zei van, wat heb jij gedaan? Kom, oké, dan gaan we nu naar school toe en dan gaan we eventjes kijken. Niet dat ik een heel vervelend kind was of zo, maar die geloofde mij ook niet meteen, zeg maar. En nu zie je wel eens dat leerlingen, kinderen een verhaal ophangen, of dit is er gebeurd, en dat er meteen, oké, is dat het geval? Oké, dan ga ik nu naar school, of ga ik nu een mail sturen, of ga ik nu bellen? En een verhaal heeft altijd twee kanten, zeg maar. En mijn ouders die zeiden van, ja, maar hallo, ik wil, voordat jij dit nu zegt, ga ik eerst even met je docent praten. Nou, en je ziet dat er altijd een belevingsverschil is, zeg maar. Ja, en dat is, ja, vooral tegenwoordig zie je dat eigenlijk als een kind iets zegt of een leerling iets zegt, dat dan meteen, oké, dat is waarheid, dat is zo gebeurd. Nee, vraag dan eventjes aan mij. En vaak als ik het idee heb van dat ik een discussie of een iets vervelend met een leerling heb meegemaakt, dan benader ik die ouders gewoon zelf. Dan ben ik het voor. Ik denk van, joh, dit is er gebeurd, dit is zoals het is. Ja, en dan mocht diegene thuiskomen met dit verhaal, nou, dit is hoe ik het ervaren heb, zeg maar. En dan komen we er later op terug, want het gaat wel herstellen. Maar dan weet je in ieder geval vanaf mijn kant wat er gebeurd is. Ja. Wordt vaak wel gewaardeerd, in ieder geval, dat merk ik wel. Maar je ziet wel een kentering, zeg maar, in hoe wij benaderd worden, ja. Sowieso. Maar ik denk ook dat daar ook een stukje in zit van hoe goed kennen ouders hun eigen kind. Want ik heb wel eens gesprekken gehad met ouders, dat ik echt dacht, hebben we het wel over dezelfde? Ja. Heftig, echt? Ja, en dat is, dat je soms echt denkt van, ja, weet je, ik snap wel waar het gedrag vandaan komt. Als een ouder een stukje struisvogelpolitiek uitvoert, door je kop in het zand te steken en te zeggen, zo is mijn kind niet, dat doet mijn kind niet, en jij ziet als hulpverlener, als docent, dagelijks een bepaald gedrag. En ergens is dat denk ik ook niet zo heel raar, want als je gaat kijken, stel dat ze 7-8 uurtjes op school zitten, daarna gaan ze naar buiten, naar de voetbalclub, ze zitten online. Hoeveel weet je van je kind? Ja, weinig. Ja, ja. Precies. Ja, als je niet de juiste energie erin steekt, dan weet je weinig inderdaad. Ja. En dan vind ik, dan wil ik nog voorzichtig zijn, want ik weet niet hoe ouders, wat ouders thuis doen en wat ze allemaal doen voor het kind, maar inderdaad wat wij zien, dan denk je echt van ja, hoe? Inderdaad, ja. Ja, ik spreek vooral vanuit wat ik zie dan, inderdaad, hè, wat jij ook zegt, en niet ieder gezin is hetzelfde, en in sommige gezinnen zijn er ook situaties waardoor het soms niet anders kan, qua financiën of wat dan ook, dat ouders gewoon zoveel moeten werken dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen, maar het is wel een probleem. Ja. Even een vraag voor jullie beiden, want ik had het met een vriend van mij deze week over, en hij is er ook heel veel mee bezig, hij zit niet in het onderwijs. Dus hij is wel wat rechtlijniger in zijn opvattingen, toch? Ik denk dat wij een soort van nog de middenweg proberen te vinden, maar voor hem is het dit. Ja. En hij stelde op een gegeven moment mij de vraag van, nou, hij zei van dat hoe jongeren worden begeleid, dat hij bang is dat het invloed gaat hebben op de latere maatschappij. Denken jullie, ik zie jou je wenkbrauwen voor ons inderdaad, maar wat wij dus allemaal zo net opmerkten, ouders zijn anders in de benadering naar docenten, minder kritisch naar het kind. Hoe noem je dat? Er zijn bepaalde verwachtingen vanuit docenten ook, waardoor wij ook anders zijn in de begeleiding. Gaat het invloed hebben op de latere maatschappij? Gaan wij dat zien aan de jongeren, hoe zij als volwassenen gaan functioneren, denken jullie? Ik weet niet precies de context. Nee. Maar als ik een voorbeeld mag noemen, als ik bijvoorbeeld in mijn huidige functie als studentendecaan soms zie hoe studenten, het zijn over het algemeen 18-plussers, mij benaderen in die rol, terwijl ik ze nog nooit gesproken heb. Gewoon bij mijn voornaam of hallo meneer, ik heb een gesprek nodig. Ja. Ik denk dat die persoon waar jij het over hebt, dat een beetje ook bedoelde, dat er te veel gepamperd wordt en dat die kinderen vooral zien van, oké, als je een grote mond hebt en een mailtje stuurt, dan kom je er wel mee weg. Ja. Ik denk wel dat dat nu al heel veel invloed heeft. Oké, okay. Ja, precies dat, het pamperen zei die inderdaad. En ik ben benieuwd hoe dat
op een gegeven moment gaat, als mensen dan in een arbeidsleven komen, ja dan kan je dat gedrag niet volhouden. Nee, precies. En ik denk dat daardoor een groot gedeelte wel bijtrekt, maar ik denk ook dat een aantal daar heel veel moeite mee hebben. Ik heb soms het gevoel bij studenten dat ze denken van, nou ja, dit is gewoon Instagram live. Ja. En ik connect jou, ik DM jou even. Ja, en dat is volgens mij wel iets wat ik niet heb meegekregen. Nee. En waarin ik die persoon wel begrijp die je hebt gesproken. Ja. Ja, en ik had toevallig laatst een leerling die... Hé, die computer doet het niet. Hey. Dus ik kijk om me heen. Ik zeg, pardon? Tegen wie praat je nou? Oh ja, sorry meneer. Zou u alstublieft even willen komen kijken? Want ik denk dat mijn computer het niet goed doet. Ik zeg, oh nee, dit is wel... Zo hoort het. Ja. Maar hé. En dan kom je natuurlijk met die oudbollige... Ik heb die met je geknikkerd, hè, met die uitspraak. Maar snappen we natuurlijk toch niet. Ja. Niks te nadelen. Dan krijg je wat zijn knikkers. Ja. Ik word je getagd, vriend. Ja. Wat zijn knikkers. Ja. Echt, Heb je mij een DM'tje gestuurd? Ik ga nu even kijken. Ja, echt hoor. Maar dat is wel... Maar dan zijn wij er om ze wel daarin te corrigeren en te helpen. Alleen als het dan thuis of buiten niet gebeurt, ja, wat voor invloed heb jij dan op dat moment? Maar dat is denk ik eigenlijk de clue van waar we het over hebben. Van de basis vind ik dat als je een keuze maakt, over het algemeen is het een keuze om kinderen te krijgen, te mogen krijgen en daarvoor te gaan zorgen, dan is het denk ik ook als basis goed dat je daarover nadenkt van oké, wat heeft dat dan voor gevolgen voor mijn gedrag? Ja. En wat is daarvoor nodig de komende 25 jaar? Ja. Alleen daar heb ik niet het gevoel van dat vaak gebeurt tegenwoordig. Ja. En dan denk ik van ja, dat is misschien wel handig. Dat mensen ook bewuster worden van ja, wat betekent het nou om kinderen te krijgen voor de komende 25, 30 en misschien wel heel je leven. Dat is even reven, wat ik dat net zeg inderdaad. Ja. Want je blijft altijd die voorbeeldfunctie voor je kind, toch? En als ik het ook kijk naar mijn eigen dochter. Ben weet, ik geef heel veel liefde en ik probeer er alles te geven. En ik werk mezelf kapot om haar een bepaalde luxe leven te geven. Zodat ze later niet kan denken van ik moet het bij andere mensen halen. Dat is al mijn eerste doel. Maar ik ben ook gewoon heel duidelijk in het corrigeren. En nee is nee en het is af en toe heel hard en heel direct. Maar ik denk dat dat ook heel nodig is toch. Dat een kind dat ook gewoon weet van... dat is de volwassene, ik ben het kind en ik heb het maar ik heb het echt met de volwassene te doen. Er is geen maar in dit. Natuurlijk, als de volwassene verkeerd is, dan hoop ik dat zij dan in gaat zien van ik ga naar mijn vader, wat jij zei van ik ga naar mijn vader, ik vertel mijn verhaal. Maar het is niet bij voorbaat al dat ik oor wil gaan lopen voeren daar voor haar. Nee, ik wil eerst de juiste versie horen en dan gaan we het oplossen. Maar ik ga geen boot. Vaak voordat ik boze mailtjes ga lopen sturen en maar de docent of de begeleider de schuld te geven. Want je creëert daar iets bij een kind, denk ik hoor. Ja. Denk en, het echt. En bij de docent natuurlijk. Ja, zeker. Want dat vergeten heel veel mensen. Als jij een bepaald mailtje krijgt met een bepaalde toon, dat doet ook iets met mij in dit geval. Want ik ben ook een mens. Ja. Ik vind het ook niet fijn om zo'n mailtje te ontvangen. Weet je, en dat geef ik dan ook dan terug van, ik ben dan niet zo van het mee, dan bel ik gewoon eventjes op. Zie je, mevrouw of meneer, ik krijg dit mailtje van u. Nou, dat doet wel iets met mij, dan leg ik het ook gewoon uit. En dan merk je meteen dat je een heel ander gesprek hebt dan. Mm. Oh ja, ja zo bedoel ik het ook weer niet. Ik zeg, nee, maar u stuurt het wel naar me. Ja. Het kan zijn vanuit emotie, maar de volgende keer zou ik het op prijs stellen, mocht u dat hebben, dat u of andere bewoning gebruikt, of maar eventjes belt, of een terugbelverzoek, of iets dergelijks. Dat is wat ik dan probeer mee te geven. En ja, zo zie je maar dat er alle diverse ouders zijn en iedereen probeert op haar of zijn manier betrokken te zijn. Want iedere ouder is betrokken, hoor. Mm-hmm. Daarom zei ik ook van, ik wil heel voorzichtig zijn in mijn... Ik bedoel dat jij dat altijd zegt. Ja, iedere ouder is dus op haar of zijn eigen manier betrokken. Ja, dus dat bedoel ik. Ja, zeker. Ja. En ik denk ook, want je noemt nu mailtjes en ik denk, ik hoorde je Sjoerd net zeggen over Instagram, noem het maar op. Ik denk dat het ook makkelijker is om een docent of wie dan ook te benaderen. Even snel mail sturen. Ja, Teams. Enter. En ik ben er van af. En ik denk dat daar ook het gevaar ligt. Hè, als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen op social media of wat dan ook. Het is gewoon veel sneller gedaan. En terug in de tijd moest je inderdaad nadenken. Bellen. Wees weer teruggebeld. En dan zakte de emotie. Ja. En voordat de docent je had gebeld, had je al je woorden overwogen. Of had je al nagedacht van oké, hoe ga ik de oplossing verzinnen? Maar als je die mail stuurt, dan... is de oplossing daar niet wel. Ik heb dat toevallig ook met leerlingen over gehad. Van joh, dan krijg ik wel eens berichtjes.
En ik zei, joh, maar we hebben net in de les met elkaar gezeten, waarom hebben we dat niet gevraagd? Ja. En sommigen durven dat op dat moment niet. En als je dan achter je telefoontje zit of thuis bent, dan, dan voelt het veel veiliger om dan het berichtje te sturen. Ja, want dan ziet hij mij ook niet op dat moment. Dat is een vorm van veiligheid wat ze dan... Tenminste, degene die ik dan gesproken heb, die benoemde dat zo. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar... ja, en je bent ook benaderbaar, hè? Want Teams, je hebt het niet alleen op je laptop, je hebt het ook op je telefoon. Je hebt je mail vaak van je werk heb je op je telefoon. Dus stel dat het bijvoorbeeld s'avonds een mailtje komt, oh, dan krijg je hem toch binnen. Ja. En ga je hem wel of niet lezen, of ben je toch nieuwsgierig. Dus ja, docent zijn, of jongere werken zijn, dat stopt niet... dat is niet van 8 tot 5 of zo, weet je. Dat gaat echt wel door. Op de vakanties na dan, die zijn wel lekker. Maar hoe is dat bij jongeren werken eigenlijk, een vakantie? Gewoon 5 weken? Gewoon normaal. Gewoon 5 weken. En ja, er wordt natuurlijk ook wel gekeken, tenminste in mijn tijd werd er ook wel gekeken naar van ja, je moet er zijn op het moment dat de jongeren vrij zijn. Ja. Dus dat is net andersom. Dat betekent niet dat je niet op vakantie kan, maar dat het anders moet ingevuld worden. Mm. En ja... ligt er ook een beetje aan in wat voor wijk je werkt. Of mensen überhaupt op vakantie kunnen. Ja. Maar het is op zich wel chill in de zin van... wel buiten het seizoen, scheelt wel een hoop geld. Dat is altijd een voordeel. Ja. Ja, toch? Als wij nu met z'n vieren naar Spanje willen, betalen we voor een weekje 4000 euro. Ja, jeetje. Maar ja, joh. Hey, Sjoerd, jij blijft lekker zitten. Want de aflevering zit er alweer bijna op. Dan gaan we er nog eentje opnemen. Ik ben ook nieuwsgierig of je nog leuke anekdotes hebt of ervaringen die je met ons zou willen delen. Wat je bijvoorbeeld hebt meegemaakt of een schrijnend geval of juist iets heel moois. Dat zou ik graag nog van jou willen horen. En dit weet jij niet, maar iedere aflevering die wordt afgesloten met het laatste woord. En dat geven wij dus aan onze gast. En onze gast die doet dan een shout-out of een rijmpje of een gezegde. Of iets wat hij kwijt wil. Of iets over ons. Of over de show. Ik probeer nu te rekken, hè? Dat zie je. Hè? Dus dan doe ik daar de microfoon van Marv. Die doe ik zo op mijn gemakje dicht. Mijn microfoon doe ik dan op mijn gemakje dicht. En dan start ik heel rustig de tune. En dan geef ik zo het laatste woord aan jou. Bent u al zover? Of zeg je van... Ja, ik ben zover. Ja? Ja. Oké. Okay. Marv, thanks man. Ja toch. Goeie input. Ik doe onze microfoon dicht. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En Sjoerd heeft het laatste woord. Daar komt-ie. Ja, bedankt. Ik denk dat het voor mij vooral wat ik hier heb uitgehaald is oprechte aandacht voor de medemens. Is het mooiste geschenk wat je een ander kan geven en kan krijgen. In plaats van op je telefoon te zitten of op je mailtje te reageren of kijk elkaar aan.